Welkom bij Jumpable PC Gaming. Dit is een aflevering van Geoguessr. Dat is al een tijd geleden. Ik heb een paar dagen geleden wel, toen ik misschien een klein beetje aangeschoten was, heb ik een filmpje opgenomen. Gewoon Geoguessr, 50 minuten lang of zo. Maar die bewaar ik voor als mijn hoofdkanaal 2 jaar bestaat, wat eigenlijk vandaag is, ja, eigenlijk vandaag. Het is nu 2 mei. Dus dat is precies de dag dat mijn hoofdkanaal als gamekanaal is begonnen. 2 jaar geleden, 2 mei 2013. Dus ik wilde vandaag eigenlijk alles, alle plannen om hoofdkanaal. Heb ik een filmpje geüpload van ongeveer een half uurtje waarin ik alle plannen uitleg. Maar dat is er eigenlijk niet van gekomen. Dat heeft onder meer te maken met dat dit een vrij drukke periode is. Ook met school en dat soort dingen. En vorige week op 25 april was mijn verjaardag. En toen heb ik al heel veel filmpjes, of tenminste lange filmpjes, geüpload. Van bijvoorbeeld 4 uur lang GTA 4 en zo. Ja, dat kost allemaal natuurlijk heel veel tijd om te uploaden. Dus ja, daar zit ik een beetje mee. Waarschijnlijk, maar ik weet het nog niet exact zeker, zal die 24 uur gaming op mijn hoofdkanaal en dan nog 6 uur op mijn tweede kanaal, zal dat in plaats van dus vandaag op 2 mei, voor mij is dat vandaag. Op 2 mei zal het waarschijnlijk over 2 weken op. Dat is dus dan 15 mei. Ja, 15 mei. En als het er dan niet is, dan duurt het waarschijnlijk weer 2 weken. Dus dan wordt het 29 mei. Maar ik ga zelf uit van 15 mei. Dus ja, ik hoop dat ik het dan kan realiseren. Maar het is gewoon veel werk. En zeker nu in combinatie met school en al die feestdagen en festiviteiten en dat soort dingen. Het is gewoon vrij moeilijk, zeker voor mij ook, om dan gewoon 4 uur lang te gaan opnemen of zo. Dus daarom wil ik daar iets meer tijd voor uittrekken. Het is dan niet precies 2 jaar, maar ja, daar gaat het ook niet per se om. Het is in ieder geval op een zaterdag. En waarschijnlijk 15 mei dus. Mij maakt het niet zo heel veel uit, maar oh wel. Maar dus, dit is een speciale aflevering. Op zich niet. Want als je dit kijkt, nadat het net geüpload is, dan is het dinsdag. Wat op zich Geocacher dag is. Maar Geocacher heb ik al een hele lange tijd niet geüpload. En ja, ik dacht, ik ga het weer een keer uploaden. Ik vind het nog altijd heel erg leuk om te spelen, maar ja, je vergeet af en toe gewoon dit soort dingen. Zeker ook omdat het op mijn tweede kanaal is. Weet je, mijn eerste kanaal heeft toch altijd wel een beetje voorrang. Nogmaals, tweede kanaal neem ik alles op met commentaar. En dat is gewoon altijd wat meer werk. Zeker ook omdat ik niet echt op mezelf wonen of zo. Dus ja. Maar we zijn begonnen. Het is nu 10 voor 12. Dus het is nog net 2 mei. Maar ik doe dit omdat op dinsdag is het 5 mei. Bevrijdingsdag. Ik wou eigenlijk iets doen met Koningsdag. Maar toen had ik het te druk. Dus ik dacht, een paar dagen geleden ging ik gewoon even kijken in GeoGuessr. Want er stond dat ze een update gingen doen of zo in een paar uren. En toen was ik het alweer vergeten. En toen dacht ik, oh ja, die soort van update. En toen kwam ik dit tegen. Tada! Volgens mij is dit nieuw, de challenge mode. Maar dat weet ik niet zeker. Je kan nu. Het ziet er een beetje anders uit. Maar Nederland, volgens mij is Parijs ook nieuw trouwens. Trouwens, of niet? Nou ja, ik weet niet. Nederland, ja, inderdaad. Discover the many secrets of this gently beautiful country and its masterpieces, canal towns and windmills, bypassed fields of tulips,
pretty canals and church spires as you go, but don't hesitate to make a stop here and there. Each town is often a profoundly separate place with its own distinct identity. Sorry. Volgens mij hebben ze ook Canada toegevoegd. Alhoewel, tenminste, die heb ik nog nooit gezien. Ik weet niet of ik Australië ooit eerder heb gezien. Ik weet niet waarom Philadelphia erin zit, maar oké. Okay. Hey yo. Europese Unie, die hebben we een paar keer gespeeld. Maar ja, ik dacht, ik ga dit gewoon spelen. Dat lijkt me wel leuk. Nederland. Ik heb een proefronde gedaan een paar dagen geleden. En ik heb mijn record verbroken. Ik weet niet wat mijn oude record was. Maar ik weet wel dat ik eerst tot 0,9 meter kwam. En daarna tot 0,2. En dat was niet eens toen ik heel erg precies ging kijken. Oh, hij moet precies hier. Was gewoon, oké, okay, hij moet op deze brug. En toen was 0,2 meter ervan vandaan. Dus dat was al heel cool. 0,2 meter 20. Of 20 centimeter? Ja, 20 centimeter. Dus ja. Ik ben benieuwd of we zoiets weer kunnen doen. Het is Nederland. Het enige wat moeilijk is aan Nederland is dat het heel erg allemaal soort van dezelfde wijken zijn. Weet je, je hebt heel veel nieuwbouw. Nou, inmiddels is dat niet echt meer nieuwbouw, maar uit de jaren 70, 80. Ik weet dit allemaal een beetje omdat ik planologie studeer. Waar, of nou ja, deels studeer niet echt. Maar ja, toen kwamen heel veel van die wijken. Je kent misschien wel die bloemkoolwijken en anders moet je het allemaal even googlen. Gewoon nieuwbouwwijken voor jonge gezinnen is dat meestal maar. En dat lijkt allemaal heel erg op elkaar. Natuurlijk, als je echt in een stadscentrum komt, dan ben je anders. Of ja, dan is het wat duidelijker. Maar een heel groot pluspunt van Nederland is dat het. Volgens mij is Nederland een van de meest gestructureerde. Nou, autowegen. Systeem in de wereld. Tenminste. In Nederland zijn de bordjes altijd heel goed en heel veel heel goed geplaatst, zeg maar. Je kan heel makkelijk de straatnaam vinden. Er staan heel veel bordjes van daar en daarheen. En dat is allemaal heel goed geregeld. Dat zie je eigenlijk in heel weinig landen. Kijk, natuurlijk als je het vergelijkt met Amerika, zijn de bordjes ook wel goed. Maar daar heb je ook heel vaak. Niet dat dat vaak erg is. Dan heb je van die grids en dan heb je 51st Street en dat soort dingen. Dat is nog niet zo heel erg. Al weet je dan absoluut niet in welk stad je bent. Of, ja. Maar wat Amerika vaak heeft is omdat er zulke grote afstanden zijn tussen al die steden. Is dat je soms heel veel mijl dan in Amerika. In Amerika speel je. Heb je het over mijl. Dat je dan gewoon geen bordje tegenkomt. En dat is in Nederland wel anders. En omdat Nederland zo klein is, heb je eigenlijk altijd wel een idee waar je bent. Zeker als je een bordje bent tegengekomen. Maar laten we beginnen. Als het laat. Ja, dit heb ik ook wel een paar keer gezien. Dan kom je echt op zo'n afgelegen weg. Dat is wel inderdaad wel een probleem. Hey, laten we gewoon deze kant op gaan. Kijk of iets. Ik heb dit niet heel serieus tot nu toe gespeeld. Ook die 0,2 kilometer was echt niet zo dat ik. Ben ik misschien 10 minuten mee bezig geweest of zo. En als ik zo'n quest kreeg, dan was ik gewoon na. Ging ik een beetje rondkijken zo. En dan dacht ik, oké, ik ben hier. En dan, ja. Dus niet echt serieus. Dit is mijn eerste echt serieuze potje in Nederland, zeg maar. En ik probeer dit potje te lezen. Mijn pijltjes doen het niet. Wat heel erg onhandig is.
Waarom doen mijn pijltjes het niet? Oké, ze doen het nu wel weer. Alright. Misschien komen. Ik hoop dat we heel snel een grotere weg tegenkomen. Dat is het plan. Is in ieder geval een auto, dus. Het is niet heel erg afgelegen. Daar zal fietspad of zo op staan. Ik zie daar ook huizen, daar ook. Dus. Ja, dat lijkt me een grotere weg. Gaan we hier gewoon naar links? Hoewel. Plaatselijk verkeer en fietsers. En de Google Maps. Je moet ook altijd kijken. In Nederland heb je natuurlijk. Is het heel laag. En dan zie je heel makkelijk van die kerktorens. En dan kan je. Ja, dan gebruiken als. Als observatie. Hoe noem je dat? Waarnemingspunt of zo. Tot nu toe. Kijk, het andere punt is. Is dat Nederland niet zo. Omdat het niet zo heel groot is, heeft het eigenlijk overal wel hetzelfde landschap een beetje. Je ziet wel verschillen, maar die zijn niet zo heel groot. Ik denk dat we een beetje in het zuiden van het land zitten. Maar dit ziet er wel uit als een. Ik wou zeggen, een wat meer dorpjesachtig idee, maar dat valt ook wel weer tegen. Oké, we zijn ergens. Oeh. Ja, dit doet me een beetje denken aan Limburg of zo. Mooi een bos. Een ander punt is, in Amerika is het vaak heel makkelijk te ontdekken in welk staat je bent. In Nederland is het vrijwel niet. Nou ja. Provincies spelen eigenlijk bijna geen rol op dat gebied. Dus je zal nooit. In Amerika is het heel gebruikelijk om achter de stad. De afkorting van de staten erachter te zetten. In Nederland. Nee. Je hebt niet Amsterdam NH. Nee, dat zie je nooit. Dit is een grotere weg. Kunnen we hier wat mee? Waarom is dit zo blurred out? Dit huis heeft geheimen die wij niet mogen zien. Ik denk dat we gewoon één potje gaan doen. Ik denk dat dat wel genoeg is. Zeker ook in dit tempo. Wat staat hierop? Hier hebben we misschien wat aan. Garage Hinsen. Asseneden. Oké. Assen. Ik weet waar Assen ligt. Hier. Maar ik weet niet of dat iets te maken heeft met Asseneden. Boven Mildes, Mil. Dat eindigt hier wel allemaal op E. Ik bedoel, je hebt natuurlijk in Nederland wel Holte, Lee. Westerbork. Je hebt natuurlijk wel te maken met de verschillende dialecten. Annen. Oké. Ik denk toch dat het wel enigszins in de buurt is. Drenthe, dat zou best wel kunnen, denk ik. Wat staat hierop? Alhoewel. Nee, dit is Duitsland volgens mij. Ja. Volgens mij zitten we gewoon in Duitsland. Dit is heel interessant. Dit zijn Duitse. Ik dacht al eerder van dit is niet helemaal Nederlands. Ah, there we go. We zijn in Duitsland. Wauw. Of in België. Wacht even. Het lijkt me eerder Duitsland. Maar ik ken de Belgische. Terneuzen is in Duitsland. Of in. Is dat in Nederland?
Terneuzen. Oeh. En 49. Kom op kaart. Ja. Alpen. Nee. Laten we eens hier ergens kijken. En 49. Oh, deze kaart. Nee. Ik denk niet dat het hier in de buurt is. Ik weet niet hoe het Nederlandse wegennetwerk werkt. Maar we zijn in Duitsland. Denk ik. Zelzaten. Echt op de grens. En waar zijn de lagere ends? Moeten we dan meer inzoomen? Dit is interessanter dan ik dacht. En en 49 ertvelden. Terneuzen, waar is Terneuzen? Ik ken het wel, maar ik weet niet precies waar het ligt. Sterker nog, ik weet niet eens ongeveer waar het ligt. Ik dacht dat het in België was. Misschien Noord-Limburg of zo. Oh. Echt, mijn Nederlands toppen, mijn topografie van Nederland is vaak nog slechter dan die van weet ik veel, Frankrijk of zo. Dus. Oh, wacht eens even. Ik denk dat we wel in België zijn. En 20. Oké. Okay. Dan moeten we eigenlijk gewoon rond de grens een beetje kijken. Ik bedoel, die grens is nou ook weer niet super lang. Ik zal het scherm weer wat dichterbij doen, want. En 70. Dit is boeiend. Zelzaten. Kijk, there we go. We vinden het wel. We zitten echt op de grens van de grens. Dat is echt geweldig. We zitten nu in Assenede. Zelzaten is 4 kilometer die kant op de N49. Of de N49 is die kant op. Ertvelde. Ertvelde is de andere kant op. Dus dan zitten we hier ergens. Assenede, there we go. Ja. Welke kruising is dit? We waren net bij een bedrijf. Kijk, hier is de grens gewoon, hè? Toch? Oh nee, waar is de grens? Dus hier. Maar we moeten in Nederland zitten, want dit is Nederland. How very interesting. Ik vind het niet erg hoor. Ik zou het best wel grappig vinden als België en misschien Luxemburg of zo daar ook bij doen. Dan heb je toch een net iets grotere area om in te spelen. En dat is ook nog interessant, want in België heb je natuurlijk ook nog twee talen. Dat soort dingen. Dus. Nederland is op zichzelf natuurlijk niet zo'n heel groot land. misschien staat Batslee. Kunnen we dat ergens vinden? Batslee? Nee. Welke straat zijn we? Ik vind het leuk dat we in België zijn. Ik had dat niet verwacht natuurlijk, want ja, je verwacht Nederland. En dan is je eerste opdracht is in België. Ik ben benieuwd of waar we zijn gestart ook echt in België was. Het lijkt me niet. Het lijkt me dat het echt locked is op Nederland. Maar. En dat we gewoon België in zijn gegaan. Dat lijkt me het meest logische. Wat is dit? Iets met een C. Ah, ik wil een straat. Wacht even.
ik wil niet helemaal terug, dat is het probleem. Ik denk goedkoper, dat hebben ze overal staan. Esso. Oh my god. Vindt het. Het is nog best wel een aardig dorpje. Autoglas Asseneden. Het is best wel gericht op auto's, heb ik zomaar het idee. Maar het lijkt me echt in het noorden. Puur omdat. Ja, omdat het toch in de buurt van Nederland moet zijn. Capellestraat. En België is qua road signs juist een stuk minder volgens mij dan Nederland. Tenminste, dat is mijn ervaring. Wat staat hier? Sport. Er stond iets. Sportterrein. Leveranciersgemeentehuis. Schuttershof. Schuttershof zal toch. Ja, hier. Oké. Is dit een klooster? Ja, Kloosterstraat. Alright. Dus we zijn nu hier. Yeah. En hoe. Waar komen we vandaan? Ik heb geen idee. Ik denk dat we teruggaan naar de startlocatie en dan gewoon weer een beetje dezelfde route volgen. We gingen die kant op. We moeten goed onthouden hoe we zijn gekomen. Gewoon dezelfde route gaan we volgen. Totdat we in Asseneden zijn. Maar ik heb nu in ieder geval een indicatie. Ik zal er niet heel ver vandaan zitten. We gingen hier naar links. Oké. Okay. Dus dat is belangrijk. Ah, kijk. De straatnaam. Daar hebben we zeker wat aan. Kom op. Waarom neemt zo'n enorme stap? Prool. Pool. Oké. Okay. Pool. Polder. Nee, staat geen polder. Alhoewel. Heeft. Hou eens op. Oké, okay, dankje. Heeft deze weg een straatnaam? Jazeker. Jammer dat het in het wit is. Dat is niet heel erg makkelijk leesbaar. Poldijk. Kijk. Groene Dijk. Nou, we hebben in ieder geval de straatnaam. Het dorp. Maar. Ik denk dat we. Ik denk voor 90% dat we in België ook zijn. Alhoewel, hier is de grens al, hè? Hier, Poldijk. Wauw. De grens van de grens van de grens van de grens. Wauw, dit is bijzonder. Dit vind ik echt bijzonder. En dit is de Poldijk. Wacht, dit is de Poldijkstraat. Dit is de Poldijk. Oh, dat wordt nog ingewikkeld. Loopt er een straat parallel aan deze? Ja, ik denk het wel. Wacht eens even. Laten we deze straat eens volgen. Was dat bij die kruising? Laten we kijken waar we terecht gaan. We zien. Een soort van. Ik weet niet wat dat is. Boerderijachtig. Hier is het dorp. Ja, kijk. Meers Menne. Oké, kijk. Oké. Nu hebben we echt wat. Nu hebben we echt B. Meers Menne. There we go. Oké. Dus, dat is die kant op. We komen. Van die kant. Waar is de kruising met de Poolstraat? Ja. Oké.
Deze straat heeft geen naam. Damn it. Waar is de Spiegellaan? Als we de Spiegellaan kunnen vinden. Is dit hem? That can't be right. Is dit het? Nee. Ik kan geen. Dit is wel een behoorlijke bocht. Ik denk dat dat deze bocht is. Ja, en daar is die kruising al. Nee, hier gaan we niet. Dit is wel echt heel grappig. We zijn in Nederland gewoon. Oké. Welke straat is dit? Zwarte Sluispolder. De Dinderdroven. Dat is dit. Ja. Oké. Maar waar? Waar is dit precies? Het is in de bocht. Oké, ik ga gewoon wat doen. Ik denk dat het iets meer hier is. Alhoewel. Ik weet het niet. Ik wil deze perfect hebben. Dit is de bocht naar links. Dan gaat er nog een bochtje naar links. Is dat hem? Nee. Ik denk dat dit hem is. Dat paadje. Ik denk dat dat het gewoon is. En dan zijn wij. Hoeveel? Waar is dat paadje? We zitten gewoon in die eerste bocht. Stukje voor het paadje. Oké. Ik weet genoeg. Ja, doe maar. Make guess. 41 meter. Dat is netjes. Het is niet een 0,2. Maar. Dit is België. We zijn in België begonnen. Dus. Het klopt nu al niet meer. Het is echt de grens van de grens. Dat er nog 5 punten mislopen is wel een beetje gemeen. Maar oké. Oeh. Ik wil weten hoe dit gebouw heet. Dit ziet er. Het probleem met Nederland is dat je bij alles denkt: dit ziet er best bekend uit. Of tenminste, dit ken ik ergens van. Weet je, van. Oh, dit kan in mijn buurt zijn. Vooral bij die nieuwbouwwijk heb je dat. Buiten Veldert. VUMC, oké. In dit geval klopt het. Want ik woon in Amsterdam. VUMC is. Buiten Veldert is hier ergens. Oh, mijn Amsterdamse topografie is nog erger dan die van Nederland. Buiten Veldert, waar was dat? In ieder geval VU is. Ik denk dat dit gebouw is. Zou dat kunnen? Dan is dit de snelste ooit, maar hoe heet deze straat? De jachthaven. Oeh. Wacht eens even, die straat ken ik. Jachthavenweg bij het Veldert.
Die straat komt me heel bekend voor. Wat staat hierop? Ha, come on. En waar is dat bord? Ah. Ik ken dit. Denk ik. Misschien niet. Ik ga nog twee dingen doen. Ik ga eerst. Zit dat bord er net tussen? Olympisch Stadion. Oud-Zuid. Amstelveen. Oké, ik wil weten hoe dit gebouw heet. Dat is het VU. Dat is VUMC. Dus, dan is dit. Jachthavenweg. Wacht even hoor. Ik denk dat we in één keer goed hebben. Ongeveer dan, hè. Arend Janszoon. Oké. Niet helemaal. Dit is buiten Veldert. Ja, oké. Zit er goed. Zuiden van de snelweg. Waar is de jachthavenweg? Volgens mij is dat het VUMC gewoon. Maar daar kijk ik het fout uit. Nee, dit is het. Ja, dit is het gewoon. Dit is gewoon de grote weg. Die van de snelweg komt. Deze. Dus kijken we nu naar het noorden, neem ik aan. Ja, noorden. Ze komen hier, denk ik, uit. Oh, echt mijn. Nee, hier, Amstelveen. Oh my god. Oké. Waar is de jachthavenweg? UMC, één straatje verder. Was dit de jachthavenweg of? Wop, geef mijn straatnaam. Ik heb net gezegd hoe Nederland altijd zo goed is met zijn straatnamen, altijd op de goede plek. Is dit de jachthavenweg of is dat de jachthavenweg? Oh wauw, dat ik dit niet meteen herkende. Ik ken dit 100%. Ik ken dit 100% gewoon. Ongelooflijk. Ik heb hier vroeger op de scouting gezeten. Het is. Maar ik kan het niet. Op een kaart. En ook dit is zo irritant. Jachthaven. Waar? Oké, hier is het VUMC. Hoe heet deze straat dan? Dit is die straat erachter. Echt, het is zo simpel, maar ik wil gewoon een. Ik wil gewoon duidelijkheid. Ik wil gewoon. Definitief. Oké, we zijn hier. Maar dit is een pramenpad. Ik begrijp het niet. Jachthavenweg. Oké, there we go. Ah, hier heb ik op de scouting gezeten. Het zit echt naast. Dat ik dat niet meteen herkende. Nou ja, ik had wel het idee dat het Amsterdam was. Dus wat dat betreft. Oké. Deze wil ik precies. Dus. Tweede boom. Als dit satelliet was. Als dit de satelliet kaart was. Veel makkelijker geweest. Ik denk daar. Wacht, wacht, wacht. Kijk, je kan hier het gebouw zien. Dus we zitten nu.
op één lijn met. Zit het precies op één lijn met dat punt? Ja, ik denk dat dit gewoon klopt. Alhoewel, misschien iets. Oké, ik ga gewoon deze loggen. Waar staan we op de weg? Maar iets meer aan de rechterkant. Oh, dit is zo. Oké, we gaan ervoor. Nog 8 meter, dat is nog best veel. Maar ik ben tevreden, ik ben absoluut tevreden. Uiteindelijk duurde die nog aardig lang, omdat ik zo. Ja, toch. Ah, toch iets meer. Ja, oké. Ja. Witte huizen. Kijk, dit is dus weer zo'n nieuwbouwwijk. Dit kan overal zijn. Eigenlijk overal. Oeh. Kreta-laan. En dit is de Veneto-laan. Oké. Nou, welke stad zijn we? En dan zijn we eruit. Eigenlijk is Nederland best makkelijk. Het enige is dat deze wijken altijd een enorm doolhof zijn. Dat is een probleem. Ik denk dat we hier even naar. Twee span. Dat zegt me niet zoveel. Is dat een school? Hier, dit ziet er zo. Zo algemeen uit. Dit kan zo overal zijn in Nederland. De Umbrialaan. Ja, laten we naar de Umbrialaan gaan. Ja, het lastige ervan dus is, hoe komen we hier weg? Waar is de uitgang? Daar misschien. Oh, Ceciliaanlaan. Lijnbus. Oké, bus. Dit is alleen voor de bus? Mogen wij hier ook? Nee. Oh, damn it. Ja, dan gaan we terug. Moet ze even de Google camera bus halen. Dan mag ze over die. Het is nog steeds geen lijnbus trouwens, maar oké. Whatever. Net alsof Google zich aan alle regels houdt, hè? Wat is dit? Dit is een weg waar ik op wil. Is dat serieus nog steeds de busbaan? Sams. Dat gaat me geen. Oh my god, is het Almere of zo? Hoe komen we hieruit? Dit is echt. Hier naar rechts. Ik vind dit wel tot nu toe echt heel leuk om te doen. Je hebt ook een veel grotere kans dat je echt bij iets komt wat je gewoon kent. Kretalaan, daar begonnen we. Oh my god. Nee. Oh, dit is zo erg. Dit haat ik zo. Oké, hier. Kunnen we hieruit? Ik denk het wel. Ja. Nice. Yes. Oké. Ga door. Kijk. Dit soort bordjes. Die zijn nuttig. Denenkamp, Enschede. Oké, dat was niet Almere. Denenkamp, Enschede. Enschede is hier. 13 kilometer is niet zo heel veel. En Denenkamp heb ik nooit van gehoord. Maar dat is net iets dichterbij. Nee, Denenkamp. Denenkamp. Where are you? 'T zou heel goed kunnen dat ik er gewoon overheen
klik hoor, maar ik zie hem nu niet. Oké. That's okay. Waar gaat deze weg heen? Winkelcentrum, gezondheidscentrum. Ja, oké. Maar van welke stad? Nou, laten we gewoon deze weg volgen. Brengt ons vast wel ergens. Fietspad. Begonnen bij de Veneto-laan en de Creta-laan. Tussen. Kom op. Geef me een doorslaggevende hint. Een snelweg. Dat kan een doorslaggevende hint zijn. Provinciale weg is dit meer. Oldenzaal Noord. Denenkamp. De Lutte. Was maar zo. Is dit. Oldenzaal dan? Oh my god. Ja. Niet echt. Alhoewel. Ja, Noorden is al een beetje die kant op. Dus het zal Oldenzaal Noord zijn, zoiets. De Essen. De SO. Oh ja, Oldenzaal. Dat is een iets grotere stad. Hier. Oh, daar in het kamp. Ja, oké. Ik kan gewoon even kijken naar waar op deze weg. Ik denk dat we. Ja, ik denk dat we nu hier zijn. Griekenlandlaan, kijk. Rodos, kijk. Oh, we zijn er gewoon. We found it. Kretalaan. Nou, alleen nog de Venetolaan. Die is hier, denk ik. Mijn gevoel zegt hier. Nee, Sicilia. Gewoon de Kretalaan volgen. Umbria-laan, die ben ik tegengekomen. Venetolaan, there we go. Gevonden. Gevonden. Waar waren we precies? Best wel dicht bij. Precies bij dit huis. Oeh, bijna dacht ik dat we in Friesland waren. Ja, jammer dat de huizen niet zijn. Het is pas het tweede huis. Eigenlijk het eerste. Dan had ik het makkelijk kunnen vinden, maar. Nu is het toch nog een. Hey. Lekker in zijn tuin bezig. Nu is het toch nog een beetje gokken. Het is geen grote straat, dus. Misschien iets meer die kant op. Oké, boom. 10 meter. Oké. Weer 1 punt. Weer niet de maximale. Ah, oh, zat ik nou net gewoon perfect? Waarschijnlijk wel. Wow, oké. Dit is cool. Rotterdam, denk ik. Of Nijmegen of zo. Het is geen Amsterdam. Maaijanggracht. Als ik dat zou kunnen lezen. Zeeburg. Zeeburg? Dat is wel Amsterdam. Zeeburg is Amsterdam. Kom op, echt dit inzoomen. Maar dit is geen Amsterdam. Van mijn rivierkennis van aardrijkskunde op de middelbare school. Kan ik hier niet echt. Ik heb niet het idee dat het bij de riviermonding is. Daar komt het op neer. Ik denk niet dat het Rotterdam is. Ik denk dat inderdaad meer Nijmegen of zoiets. Arnhem of zo.
Dat kan ik niet lezen. Maar ik denk dat dit niet de moeilijkste gaat worden. Ik denk dat we er vrij snel achter komen. Kunnen we hierin? Ik denk het wel. Surinamekade. Ja, wacht eens even. Zeeburg. Surinamekade, nu je het zegt. Amsterdam. Zeeburg. Ja, oké, het is wel. Ja. Hallo. Ja, Panama. Borneo. Suriname. Ja, hier, Suriname. Ik zal nooit meer zeggen, het is geen Amsterdam. Dat was een domme opmerking. Ik zal ook niet meer mijn. Wauw. Wat? Serieus? Wacht eens even. Het ziet er echt niet uit. Ik kom hier ook nooit. Dus zo erg betrokken voelt me nou ook weer niet. Maar. Het is bij de. Oeh, het ziet er wel leuk uit. Bij de Mayanggracht. Surinamekade, Serang, Mayan. Ze zitten hier ongeveer. Maar, wat ik wou doen. Hoe is dit Amsterdam? Ik herken het echt niet. Natuurlijk is het geen centrum van Amsterdam. Het is geen. Maar ja, oké. Okay. Hier was ik al bang voor. Ik dacht dat ik al zoiets zag. GVB-pond. Ja, oké. Okay. Ik had dit moeten weten. Jup. Mijn fout. Oké, okay. Waar zijn we precies? Nou, best wel. Best wel hier. Boom. 0,9 meter. Boom. 0,9 meter. Het is, nou. Misschien. Nou, oké, okay, misschien wel iets verder. Het is nog geen 10 kilometer van mijn huis. Hoe ver is dat? Nee, nog een stuk minder, denk ik. Nou ja, je komt hier natuurlijk niet heel makkelijk met de pont dan. Maar. Nee, het is 6, 7, misschien 8 kilometer. Nog gewoon met de pont. Ja, nou ja, oh wel. 5000 punten. There we go. Komen er wel. Hubertushoeve. Dit doet me weer iets meer Drenthe aan. Of voelt meer als Drenthe. Want niks voelt zoals Drenthe. Of wat die provincies allemaal voor leuke dingen hebben bedacht. Een kerk. Ik wil weten welke kerk dat is. Want dat is informatie die je als geocacher gebruiker graag wil weten, maar ik kan nergens naar links afslaan. Dat is wel problematisch. Lang zijn we bezig? Ik heb eerst 10 minuten gewoon zitten praten, dus. Oké. Okay. 3 kwartier zijn we bezig. Die eerste duurde volgens mij de helft van die tijd. Echt en echt ken ik Maastricht. Maastricht ken ik zeker. Eindhoven. Oké, okay, echt tussen Maastricht en Eindhoven. Roosteren is heel dichtbij. Echt is heel dichtbij. En OB en Laak. Wat? Stevensweert. Ik ken al die Weert dingen. Weert. Weer, hier is Weert. Nederweert heb je. Blijkbaar ook Stevensweert. Maar is echt. Ik ken echt. Nou ja, ik ken het qua naam. Hier echt. Echt niet. Sint-Joost. Zijn we in Sint-Joost? Dat gaat niet helpen. Maaspracht is heel dichtbij. Roosteren staat er. Waar is Roosteren? Hier.
Oké. Dus we zijn Montfoort, daar ergens. Het is in ieder geval Limburg. Ja, het is in ieder geval Limburg, ja. Ik denk Sint-Joost, dat komt het meest. Dat past het meest. En dan zijn we nu. Hier. Nee, ik heb. Dat is een pure gok. Nee, dat zou niet helemaal uitkomen, denk ik. Ja, laten we even verder kijken. Zijn we in Sint-Joost? Moet even naar de stadsgrenzen. Kijk daar. Boom. Op mijn wenken bediend. Oh, he en leek. Oké. Zijn niet in Sint-Joost. Dat zei ik al. Owe en lo. What the fuck is dat voor? Maria Hoop. Owe en laak. Laak. Ja, oké. Waar de hel is dat? Misschien meer deze kant op. Misschien hier. Waarschijnlijk zo klein dat Stevens weert. Aha. Oké. Laten we eens naar die weg gaan. Is dit een. Oké. Wat hebben we hier? Echt een eind over die kant op. Ohé en Laak. Het is wel een van de raarste Nederlandse plaatsnamen die ik ooit heb gehoord. Oké, Stevensweert is toch nog wel een stukje. Maasbracht is. Nog iets verder. Ja. Dus. Ik denk dat we hier zijn. Ohé, there we go. Ohé. En dan waren we op de Poststraat misschien. Zijn we nu hier? Is dit de Prior Gielenstraat? Ziet er niet echt uit als een straat. Waar gaat dit heen? Ja, laten we gewoon even kijken waar we begonnen. Misschien even de andere kant op. Ik denk dat hier een straatnaam staat. Nieuw. Stond daar nieuw? Radhuisstraat. Oh, Raadhuisstraat, denk ik. En dit is de. Oh ja, ik kon hier niet in. Poststraat. Raadhuisstraat. Oké. Dan is dit denk ik. Wacht even, is dit het noorden is daar. Oh, oké. Dat verandert de zaak. Dan komen we waarschijnlijk. Raadhuisstraat. Zijn we hier? Nee, wacht. Nee. Hier, ja. Kunnen we ook naar rechts? De Kerkstraat. Oh my god, waarom? Damn it. Google dacht echt zo van hier, oké, hier is echt niks te zoeken. Waar is dit? Dit zal. Ja, nu weet ik het niet zeker. Ja, oké, ik denk. Het lijkt me low. Ja, oké. Dat wij. Niet zo heel ver daar vandaan zitten. En dan
kan je inderdaad die kant op en klein beetje verder kan je die kant op. Ja, dat komt allemaal overeen. Ze zijn hier. Nee, wacht. Ja, hier ergens. Gaan we nog eventjes kijken. Precies. Het is niet ver. Ik denk dat we zo wel een beetje goed zitten. Misschien nog iets verder. In het midden van de weg. Alhoewel. Nu begint te twijfelen. Kan van de andere kant. Wait a second. Ik denk dat we van de andere kant komen. Zie je ergens een straatje? Dit is al. Ja, dat is geen straat. Dit. Is dit een straat? Nee. Sorry. Nee. Alhoewel. Oh, dit is. Nee, ik denk dat we goed zitten. Door hier aan te klikken. Maar ja, laat dat gewoon doen. 9 meter, kijk. Boom. Het was een goede ronde. Het is absoluut een puntenrecord daar. Geen twijfel over mogelijk. Natuurlijk is dit niet de echte geocacher, laat het zo zeggen. Maar we hebben 8 punten misgelopen. Ja, dus uiteindelijk best wel tevreden over mijn Nederlandse en toch een beetje Belgische kennis. Want de eerste was gewoon officieel hier. Kijk, in België. Raar maar waar. Het was echt in België. Wat hadden we nog meer? We hadden er één in. We hadden twee in Amsterdam. Eentje waarvan ik dacht dat Nijmegen was. En eentje die ik vrij snel herkende, maar toch even duurde voordat het allemaal binnenkwam. Toen herkende ik alles weer. We hadden Oldenzaal hadden we. En de laatste was dus in Ohee en Laak. Nog nooit van gehoord, maar nu wel dus. Dat is het voordeel van het spelen van GeoGuessr. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. En ja. Geniet van bevrijdingsdag, zal ik zeggen. Dus tot dan.